Dan lezen we als schriftenlezing het laatste hoofdstuk uit het boek Jona. Vandaag de vierde Adventszondag, de vierde zondag waarop we ons voorbereiden op kerstfeest. En we hebben nu kortop, het is vanavond al de kerstnachtdienst en morgen vieren we al het kerstfeest. Maar alsnog lezen we hebben zo al de hoofdstukken doorgelezen. 1, 2 en 3 op de eerste Adventszondagen, de eerste, tweede en derde. En nu op de vierde Adventszondag lezen we dan Jona 4. En daar staat: dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die je niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan ook nog al die dieren. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Gelukkig bent u wanneer u de woorden uit de schrift niet alleen hoort, maar ook verstaat, begrijpt, ter harte neemt en eruit leeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ja, zo op vierde Adventszondag en ook in de voorgaande zondagen, het boek Jona heeft vooral te maken met het kerstproject dat de kinderen ook volgen. En ik heb begrepen dat de collega's hier in de grote kerk ook al deze hoofdstukken hebben behandeld. Dus dan kon het niet achterwege blijven vanmorgen om ons te verdiepen dan in dat laatste hoofdstuk, het vierde hoofdstuk. En vanuit het project is het thema gegrepen door Gods liefde en Gods liefde voor iedereen. En ik heb daarbij aangevuld wat mijn indruk is van Jona, wat hij eigenlijk uitroept bij het horen wanneer hij omschrijft wie God is. Een God genadig, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ik wist het. Ik wist het. Dan zullen we vanmorgen bij die woorden stilstaan. Ik wist het. Gegrepen door Gods liefde. En een vraagteken. Gods liefde voor iedereen. Ik wist het. Ik wil u allereerst meenemen naar een gebeurtenis. Vorige week. Toen ben ik enigszins hoger op gegaan. En dat zoek ik eigenlijk liever niet hoger op. In ieder geval niet fysiek, niet lichamelijk. Ik heb nogal last van hoogtevrees. Maar die morgen moest ik mee hier de toren op.
Vanwege de fusieviering op het Komelsplein op 7 januari. Om 9:30 dan komen we eerst hier met elkaar samen voordat we naar de kerk, de kerken van voorkeur gaan. En dan hebben we een kort moment hier op het plein. En voor dat belangrijke moment heeft Raymond Post, de voorzitter van de Flora Band, in zijn hoofd gehaald om met de trompet de toren op te gaan en dan te schallen. Tegelijkertijd ook beseffen dat een trompet geen grondtoon heeft. Dus de trompet kan ver reiken, maar gaat eigenlijk boven alle hoofden uit. Het blijft boven het geluid. En zo gekscherend in de gesprekken daarover stelde ik voor, nou dan neem je toch een shofar. En ja, shofar, wat is dat dan? Ja, wat is dat voor een instrument? En hij begon zich erin te verdiepen. En wellicht weet u wat een shofar is. Nou, het is de hoorn die in de Joodse eredienst gebruikt wordt. Het is de Joodse bazuin. En bij de Sinaï, als de woorden gaan klinken van de Heere God en als de heerlijkheid van de Heere God moet neerdalen bij de mensen, dan klinken eerst de shofars. Dan klinken eerst de bazuinen. Het bazuingeschal. Om die heerlijkheid ook de ruimte te geven. En de Joden kennen ook het bazuinenfeest, het Yom Teruah. En dat is op de eerste dag van de zevende maand, de maand Tisri. Ergens zo in september, oktober, dat is hun nieuw jaar. En dan klinken ook die bazuinen om dat feest in te luiden. En in vroegere tijden hadden ze die bazuinen ook echt nodig. Omdat ze dan ook de Joden die van ver woonden duidelijk moesten maken. Het feest begint. De bazuinen klinken. En die bazuin die heeft inderdaad een grondtoon, een diepe grondtoon en kan ver, ver reiken. Maar geestelijk zit daar een besef van ontwaken bij, wakker worden voor de aanwezigheid, voor de heerlijkheid van de Heere, de Heilige. En zo aan het begin van een nieuw jaar, maar ook aan het begin van de protestantse gemeente Rijnsburg, is het eigenlijk heel symbolisch. En hij heeft zich erin vastgebeten, een muzikant. En als je dan zegt, ja, dat lukt jou niet meer binnen 6 weken, zeg dat nou vooral tegen een muzikant. Het lukt niet. Nou, hij is er echt mee aan de slag gegaan. En het gaat goed. Eventueel kunt u op Facebook dat ook alvast beluisteren. Maar het ding, zeg ik even oneerbiedig, moest uitgeprobeerd worden. De toren op. Ja, en daar moest iemand mee. En de shofar zelf is ook geen kleintje. En ik heb altijd al een heel romantisch beeld gehad van deze grote toren. Aan de buitenkant ziet hij er prachtig uit. Nooit me uitgenodigd gevoeld om echt dan daarop te gaan. Maar toen dacht ik, nou, als ik in de hal ben van de kerk, dan zie ik daar een heel romantisch trappetje zo omhoog lopen. Echt schattig. Zo in het wit. En zo zag ik mezelf in die morgen er tegenop ziet. Maar ik dacht, nou dat trappetje, daar kan ik me aan vasthouden. En zo wentel ik omhoog, dacht ik. Ja, en nu weet ik het. U weet het waarschijnlijk al heel lang. Dat niet zo'n romantische tocht is. Want na die eerste ronde verschijnt daar een hele lange hoge trap. En dan ook nog eens keer een luikje. En wie doet dat luikje open? En wie houdt die shofar vast? En eenmaal dat luikje open, de volgende trap, nog hoger, nog smaller. En weer zo'n luikje, dat luikje, dat is nog kleiner. En daarna nog zo'n trap, met een nog kleiner luikje. Dat ik dacht, nou, in vroegere tijden zijn ze toch altijd wel erg slank geweest om daar doorheen te komen met, ook nog eens een keer, die lange shofar. Nou, eenmaal boven, ik voel het weer in mijn buik, ben je alles vergeten. Boven ben je het vergeten. Dan is het uitzicht is geweldig. Die klank klonk geweldig. Er kwam veel commentaar ook van beneden. Werklui die hier bezig waren. Prachtig, ga nog even door. Nog een keer. Maar goed, eenmaal terug flapte ik eruit. Ik had me toch de tocht romantischer voorgesteld. Waarop onze chauffeurblazer antwoordde: de weg van het leven gaat nu eenmaal over smalle paden. Smalle trappen. Ja, een geestelijke les zeker.
dacht ik, een beetje opstandig. Maar bij nader inzien, ja, een geestelijke les om boven te komen. Kun je een romantisch beeld hebben hoe dat gaat. Het eerste begin ziet er mooi uit, schattig, prachtig, mooi. Maar dan, als ze dan ineens zo'n hoge, smalle trap verschijnen, ook nog eens een keer een luik. En halverwege dacht ik, wat doet die tas eigenlijk om me? En ik heb mijn tas afgegooid. Soms moet je iets afleggen, aflaten. Ergens achterlaten om toch door te kunnen. Om door te trekken op de weg die God met ons wil gaan. En waarbij ik en wij wellicht allerlei voorstellingen hebben hoe we dan boven komen. Maar dat ook nog wel eens hoger, lastiger of gewoonweg onaangenaam kan zijn. Gepaard wellicht van tijd tot tijd zelfs met angsten. En waar wij de voorwaarden niet stellen, maar Hij. Zoals ook bij Jona, de zoon van Amittai. Waar God de voorwaarden stelt en Hij ermee worstelt. Jona, de zoon van Amittai, het is een bekende profeet. Even terughalend. Een profeet die tijdens de regering van koning Jerobeam II in de eerste helft van de 8e eeuw voor Christus uiteraard werkzaam is in Israël. En je kunt erover lezen, zijn naam komt al voor in 2 Koningen 14 vers 25, waar staat dat hij moet profiteren dat Jerobeam de grens van Israël herstelt. Van Lebo Hamat, dat is helemaal in het noorden, tot aan de Zuidzee, tot aan de overkant van de Jordaan. En daar staat dan, zoals de Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monden van de profeet Jona. En deze profeet is werkzaam in de veronderstelling voor zijn volk Israël. En totdat hij die schokkende woorden van de Heer hoort, Jona, sta op. En dat is niet zomaar een vrijblijvend woord, sta op. Dat is de bedoeling van onmiddellijk reageren. Niet even wachten, niet even zeggen, ja, ik maak eerst even wat af. Ik lees nog even mijn bladzijde uit. Ik doe nog even iets in het huis. Nee, nu. Nu sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Zo begint het in dat eerste hoofdstuk. En ja, van dat kwaad had Jona inderdaad al opgemerkt. Hoeveel kwaad daar is in de stad. Hoeveel kwaad er is bij de Assyriërs. Hij weet het heel goed. En hij staat op. Maar niet naar Nineveh. Oh nee. En zo hebben we hem in de afgelopen weken gevolgd. Jona denken te kunnen ontsnappen aan de Here die hij zelf omschrijft, ook tegen die zeelieden. Ja, welke God dien jij dan? Dat hij zo tekeer gaat dat jij niet luistert? Nou, dat is de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Zo antwoordt Jona. En hoe bizar is zijn antwoord ten opzichte van de daden, ten opzichte dat hij denkt er vandoor te kunnen gaan voor die God. Terwijl het de God is van de hemel en van de zee en het droge. Hoe onzinnig dat hij naar het oosten, richting Spanje, in plaats van naar het noordwesten gaat. Ja, onzinnig, denken wij. Hoe dom kun je zijn? Of hoe kwaadaardig of misgunnend? Jona. Maar dit boek gaat helemaal niet over Jona. Dit gaat niet over zijn karaktereigenschap of zijn problemen met zijn profeetschap. Met zijn problemen met God of met Nineveh. Het gaat ook niet over Nineveh, dit boek. En het boek gaat ook niet over een vis, over een grote vis. Hoe dat allemaal mogelijk is. Of zelfs niet in de schriftlezing van vanmorgen de wonderboom. Het is niet waar het over gaat. Het boek gaat over de Heere, over wie Hij is, om stil te staan bij Hem. En daar komen we in dat vierde hoofdstuk heel duidelijk achter. Wie is Hij? Nou, Jona roept het uit. Ik wist het. Ik wist het. En de meeste predikers die zouden dankbaar zijn over de resultaten van hun prediking daar in Nineveh. Want de hele stad bekeert zich. Fantastisch. Overweldigend.
Daar wil je toch voor tekenen als evangelist of als dominee, als voorganger, prediker, geweldig. Wat een aantallen. Ja, we denken vaak dat aantallen een succes zijn. Maar bij Jona, oh nee, het maakt geen indruk. Sterker nog, in het tweede vers staat, hij bad tot de Heere. Ach Heer, heb ik dit niet gezegd toen ik nog thuis was. Blijkbaar is het thuis gebeurd dat ze die conversatie hebben gehad. Dat de Heer Jona heeft geroepen en heeft uitgelegd. Een gesprek dat ze hebben gehad. Maar daarom, hij herinnert de Heer nog even aan dat gesprek, daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Is het u nu inmiddels duidelijk? Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Genadig en liefdevol. Ik zeg het te snel. Geduldig. En trouw. En tot vergeving bereid. Jona weet, ook vanwege de profetenkringen die in die tijd er zijn, zonen van de profeten, profetenleerlingen. Jona is waarschijnlijk in de tijd van Elisa, een jonge profeet. Elisa werd omringd door profeten, leerlingen, profeten, zonen die opgeleid moesten worden. In die tijd, denk maar aan Elisa en Naaman, de Syriër. He, daar is Syrië en de Assyriërs een opkomende macht. Staat bijvoorbeeld in 2 Koningen 4, vers 38. Toen Elisa, de profeet Elisa, in Gilgal kwam, was er honger in het land en de leerlingprofeten zaten voor hem. We lezen ook bij Gehazi, de knecht van Elisa, in 2 Koningen 5, als Naaman, de Syriër, genezen is van zijn melaatsheid door Elisa, door een Israëlische profeet. En als dan de koning ook van Syrië komt met Naaman, een van zijn beste strijders, dan schiet de koning van Israël ook in een complete stress. Dan zegt hij, zie je wel dat hij oorlog wil? En dan zegt Elisa, nou laat hem maar naar mij komen. Dit is even om de situatie te schetsen. Een opkomende macht Assyrië. En Gehazi, die knecht, die baalt dat Elisa al die geschenken van Naaman niet wil aannemen. En die roept uiteindelijk Naaman terug. Of hij gaat erheen en hij zegt, zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm twee jonge mannen van de leerlingprofeten bij mij gekomen. Er zijn leerlingprofeten in die tijd. En in 2 Koningen 9, vers 1 zien we dat Elisa Jehu zalft als koning van het Noordelijke Rijk. En als hij dat doet, dan roept hij een van de leerlingprofeten en zegt tegen hem, om God uw middel, neem deze oliekruik in uw hand en ga naar Ramat in Gilead om Jehu te zalven tot koning. Zo zijn daar die leerlingprofeten en het is zeer waarschijnlijk dat Jona in die kringen verkeert. Maar ook weet wat de profetieën zijn in die tijd. En die profetieën die zijn niet best. Die zijn niet best voor Israël, omdat Israël niet luistert naar de stem en naar de geboden en de inzettingen van de Heere. Ze dienen andere goden. Dus hij kent de profetieën. Hij weet wat daar rondzoemt in die scholen, bij die leerlingen. En hij denkt, ja, genadig, liefdevol aan hen, voor hen. Laat mij maar sterven, heren. Want dat ga ik blijkbaar toch, als deze allemaal in leven blijven. We weten heel goed wat er gaat gebeuren. U hebt het ons immers al eerder laten zien. U waarschuwt Israël daarbij. En u gaat ze dan ook nog eens een keer helpen, hier in Nineveh. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. En ook deze zin is opmerkelijk. Het is ook een zin waar de grote profeet Elia tegenaan schuurt. Ook Elia zegt
Als hij een groot succes heeft gehad op de Karmel, maar de volgende dag achterna gezeten wordt door koningin Izebel, dan zegt Elia: neem nu mijn leven, Heere. Neem het maar. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. In 1 Koningen 19 vers 4. Maar Elia die zegt dit in het besef dat zijn optreden zinloos is. Hij ziet het niet meer zitten. Hij denkt: ik heb zoveel al geprobeerd en niemand luistert. Het is gewoon weer het oude liedje. Die vrouw komt weer achter me aan. Laat maar. Mijn optreden is zinloos. Dat is de reden voor deze woorden bij Elia. Maar de reden voor deze woorden bij Jona is dat hij een probleem heeft met Gods karakter. Hij heeft geen problemen met wie of wat er allemaal gaande is om hem heen, met zijn volk. Of dat er niet geluisterd wordt. Nee, er wordt ontzettend goed geluisterd. En dat is niet het probleem. Het probleem is dat het Nineveh is. En dat God genadig is, liefdevol, geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. En de Heer zegt tegen hem: is het terecht? Is het terecht dat je daarom zo kwaad bent? En dan krijgen we een intermezzo. Dan gaan we eventjes in de scène zelf een kijkje nemen. Dat Jona Nineveh heeft verlaten. Aan de oostkant van de stad is gaan zitten. En dat hij daar een hut heeft gemaakt. Om in de schaduw af te wachten wat er met de stad gebeurt. En dan, als hij daar gaat zitten, in die 40 dagen die de stad krijgt om tot bekering te komen. In die tijd laat God de Heer een wonderboom opschieten. Om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. En Jona is opgetogen. Hij voelt zich getroost, hopelijk weer een beetje gekend door de Heer. En die wonderboom, dat zal waarschijnlijk een Ricinus communis geweest zijn. Dat is een plant die wel 12 meter hoog kan worden, snel groeit, grote bladeren heeft en een diameter kan krijgen tot wel 2 meter. En uit de pitten van de vruchten ervan wordt zogenaamde wonderolie bereid. En of deze boom wel of niet bedoeld wordt, het is in ieder geval opvallend dat hij, hoewel de boom snel groeit, dit keer nog sneller groeit. Dat er een wonder van God inderdaad achter zit, dat die boom zo immens snel daar is. Als het ware een nieuwe hut om te schuilen voor Jona tegen de hitte. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag laat God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. Plant weg, eigenlijk boom weg. En toen de zon opkwam, laat God ook nog eens een verzengende wind uit het oosten waaien, zodat de zon tergend brandend op Jona's hoofd zit. Hij door de hitte bevangen wordt en opnieuw herhaalt: hij bidt om te mogen sterven. Opnieuw. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Die oostenwind er nog eens bovenop, de Sirocco genoemd. Berucht om een destructieve werking, een kapotmakende werking op de planten. Maar ook vanwege de hoge temperatuur, voor mens en dier enorm schadelijk die wind. Zo maakt het voor Jona nog heter dan het eigenlijk al is. Uitgeput. Nou, nu inderdaad, laat mij maar sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. En dan herhaalt de Heer opnieuw: is het terecht dat je kwaad bent over de plant? En Jona antwoordt: ik ben verschrikkelijk kwaad. En terecht. En in de grondtekst staat dan ook, de oudere vertalingen nemen dat nog wel op, daar staat: ik ben terecht in woede ontbrand tot de dood. Tot de dood.
En hier op dit punt wil de Heere God Jona krijgen. Op dit punt, uitgeput, opnieuw deze woorden herhalend. En waarom? Waarom? Om Jona helder voor ogen te schetsen. Hoe diep hij gezonken is. Om hem te laten zien wat ten diepste in de mens is. Om ten diepste ook te laten zien waar het uiteindelijk in het hele boek om gaat, wie hij is. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt gedaan. Het is niet aan jou dat iets groeit of bloeit. Het is niet aan jou dat er eten is op aarde. Het is niet aan jou dat alles er zo prachtig uitziet in de natuur. Nee, je doet er helemaal niets aan. Ja, je kunt een beetje snoeien, een beetje in de goede banen leiden. Maar dat het groeit? Oh nee, jij hebt het niet laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet kennen en dan ook nog de dieren. De profeet Ezechiël zegt: God heeft geen welbehagen in de dood van de goddelozen. God heeft geen behagen. Hij is niet gelukkig bij de dood van de goddelozen. Maar waarin dan wel? In diens bekering. Zo is de Heere God. En zo laat hij zien. Wie zijn daar in de stad inderdaad? Er zijn kwade mensen in die stad. Waar heb ik er dan behagen in dat ze allemaal maar neergaan? En Israël dan? Nou, in Israël zijn er heel veel profeten. Veel meer dan Jona. Enorm veel Jona's die daar verkondigen. Allemaal profeten en leerlingprofeten in die tijd. Dus Israël heeft ook gelegenheid om tot bekering te komen. Mag er dan niet één naar Nineveh? Jona, mag er dan niet één daarheen gaan? Zo is daar één gegaan, Jona, omdat daar veel mensen wonen. Afgezien van de kwade die toch nog tot bekering mogen komen, daar tijd voor is nog, voor God. Maar ook nog eens een keer kinderen die nog niet tot besef zijn gekomen om wie te dienen. Mensen die ziek zijn of wellicht niet zo begaafd in hun denken om te kiezen. 120.000 tenminste. En daar gaat dan één heen. Uit Gods genade. En dat mogen we verder trekken, de geschiedenis in. En dit besef, dat er uiteindelijk één is gekomen. Eén iemand is gegeven, omdat God geen behagen heeft in de dood van goddeloze mensen die zonder God gaan. Het is zijn verlangen dat alle mensen met God gaan. Niet loos, niet zonder God zijn. Maar tot bekering komen. En daarvoor is Jezus, onze Heer, gekomen. Op een minder romantische manier dan velen in die tijd. Maar wellicht ook vandaag de dag nog steeds, dat velen toch wel moeite hebben met dat kerstevangelie. Met de gebeurtenissen rondom, de engelen, de wonderen, de Heilige Geest bij Maria. Wie had het gedacht? Wie wist het? Veel minder romantisch dan wij denken. Hoe Gods Zoon zich presenteert aan de wereld. Ik wist het. U, die genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Weten wij het? Dat hij met deze intentie, om wie hij is, gekomen is naar deze aarde. Eén iemand met een hoofdletter. Gods Zoon zelf. Meer dan alle profeten.
waarvan de profeten het wel voorzegd hebben dat hij komen zou. En accepteren we dat hij op zijn manier, met zijn voorwaarden naar deze aarde is gekomen. Dat het zijn weg is die hij gaat in de geschiedenis. En waar we ook van tijd tot tijd wellicht kwaad over kunnen zijn in onze levens. Dat we zeggen, ja, waarom overkomt mij dit? En hij die zonder u leeft, u geeft hem de tijd. U geeft hem of haar veel meer gezondheid, veel meer rijkdom. Het gaat hem veel beter af dan de ander. Maar wellicht bent u, ben jij in het leven van die ander gegeven om voor hem of haar te bidden. Om voor hem of haar die profeet te zijn. Om voor hem of haar die Jona te zijn. Die wellicht sputterend, maar uiteindelijk toch de aanwezigheid van God kan prediken. En ik zal met alle eerlijkheid zeggen, ik vandaag voel me ook nog wel eens een Jona. Dat je denkt, moet het nu zo gaan in deze tijd, Heere God? Zo moeizaam alles. Zo lastig om mensen te bereiken, de mensen in het dorp, je buren, de mensen in de straat, familie. En moet ik dan maar toch uw geboden blijven houden, toch dicht bij u blijven, toch blijven bidden. Of soms wel eens op straat en als je in het verkeer bent en zoveel mensen die dan overtredingen maken of je even de weg snijden. En dan denk ik wel eens, hebt u ook deze persoon lief? Of iemand die je nog iets ergers aandoet? Kunnen we dan nog wel liefde opbrengen? Hoe moeilijk is dat? Want het is makkelijk om een oordeel uit te spreken over Jona. En Jona wordt aardig in zijn hemd gezet door de Heere God. Maar wie zijn wij? Soms moeten wij eigen dingen loslaten, eigen beelden. En vaak ook romantische ideeën over ons leven met God. Soms is het onaangenaam. Is het moeilijk. Komt daar weer een hoge trap met nog een luik. En nog een hogere trap en weer een luik. Maar weet u, hou dan voor ogen. Laten we dan gesterkt blijven. Dat uiteindelijk het eindresultaat boven geweldig is. Prachtig is. En dat we daarop mogen vertrouwen dat hij zo met ons mee wil gaan. En dat wij zo ook de ander mogen helpen die trappen op. En dat je iets van jezelf wel eens moet achterlaten om de ander te helpen zo'n chauffeur heel huids daar te krijgen. Iets van jezelf achterlaten om de ander verder op Gods weg te helpen. Nou, zo heeft hij die ons is voorgegaan, Jezus de Christus, alles afgedaan. Alles achtergelaten in de hemel, om hier op aarde als baby in de armen te liggen van twee arme mensen. En Jozef en een Maria. Om uiteindelijk de weg te gaan naar het kruis op Golgotha. En daar helemaal naakt, bijna naakt, te hangen. Alles afgelegd. Zullen we ons dan sterken ook in dit kerstevangelie. Dat we vanavond en morgen in de kerstvieringen daar stil van worden. Want dat het ons alles laat zien wie hij is. Voor Jona. Voor Israël, voor Nineveh, voor goddelozen, voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. En als wij daarop reageren, als wij daarop antwoorden, als we daar ons hart voor openstellen, ja, Heer Jezus, ik zie het in u. En komt u bij mij, in mijn huis, in ons huis. En laten we dan samen door die moeilijke tijden, en soms goede tijden, maar dan ook onaangename tijden, wat het ook is, op weg gaan. Naar het moment dat u wederkomt. Of dat ik bij u voor altijd mag zijn. U, genadig, liefdevol, geduldig, trouw. En tot vergeving bereid. Amen.